Hoi, ik ben Maria. Ik ben dus onlangs 30 geworden. Dit is Amber, een gezellig mens en huidexpert bij Hanna. Mijn nieuwe goeroe, huidgoeroe. Een huidje douwtsen? Nou, dat zou wel fijn zijn. Maar dat gaat wel goed komen, toch, Amber? De Hanna huidscan. Even kijken wat de schade is. Ja, nu lach ik nog en trek ik gekke bekken. Maar ik heb geen idee hoe mijn huid er van binnen uitziet. Oké, hier gaan we dan. En dan ga ik beginnen met het meten van jouw vochtgehalte. Dan meet ik hoeveel vocht er eigenlijk aanwezig is in de oppervlakte van jouw huid. Wat ik nu ga doen is het meten van jouw vetgehalte. En die meet ik op je wand. Die na 30 seconden terugstoppen, dan is goed. Zit die tussen de 25 en de 45. En dat is goed of niet hij goed? Hij is laag. Hij is 4. 4. Ja. Ik ga verder met de pH-waarde. Die hoort tussen de 4,5 en de 5,5 te zitten. Maar hij is heel erg netjes. Ja? Ja. Oh, ja. Hij is 4,5 gemiddeld. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat ik me steeds jonger ga voelen als jij zegt dat het goed gaat. Oké. Gaat de goede kant op. Ja, ik zit op een voldoende al bijna. Hè? Ja, oké. Okay. Je hebt er pas eentje niet. En wat ik nu heb gemeten is eigenlijk welk huidtype jij bent. Heel gezellig huidtype. Ja, ja, vooral heel gezellig. Ja. Ja. Maar wel wat gevoelig. Ja, ja, wel gevoelig. Dat is eigenlijk wat hij meet. Ja, vertel gewoon hoe ik van binnen ben. Ja. Het is heel erg belangrijk om 2 maal per dag je huid te reinigen. Je mond, hè, daar ruiken we ook allemaal niet heel prettig uit. Oh, ik wel hoor. Ja, oh, nou gelukkig. Mijn vriendje zegt altijd, als ik 's ochtends wakker word, dat ruikje lekker. Ja? Dat komt waarschijnlijk omdat het een nieuwe vriend is. Ja. Ja. Ik ga het lekker afhalen met een warme doek. Oh. En die warme doek heb ik lekker in de magnetron gedaan. Oh ja. Want heet water droogt namelijk je huid uit. Ik heb geen magnetron, ik ga een magnetron kopen. Verder naar de derde stap uit het Hanna-systeem, dat is het peelen van je huid. Go for it, Amber. Yes. Het is een gelachtige peeling, op basis dus van die amandelzuur. Hij haalt dus niet die horenlaag eraf, hij verdunt niet die horenlaag, maar hij zorgt ervoor dat jouw huid actiever gaat worden. En dat ga je nu ook een beetje voelen. Je voelt hem een beetje prikkelen. In bloed zit zuurstof en zuurstof hebben wij nodig om te leven, maar onze cellen ook. Daardoor kunnen ze veel beter voedingsstoffen tot zich nemen en afvalstoffen afvoeren. En dat doe ik dus met die Cell Active stimuleren. Cell Active is dus een doorbloedingscreme. Oh, dat is wel lekker. Het lijkt alsof je best wel grote bewegingen maakt, maar het voelt wel heel ontspannend allemaal. Ben ik nu al rood? Ik voel het. Ik sta voor lul, hè? Dat is wel lekker, het is een beetje een afblussen. Dat voelt echt lekker. Als ik in slaap val, moet je me wakker maken. Ogen open houden. Nu ga ik masseren. Oh, ja. Ziet dit heel pijnlijk uit? Het ziet heel heftig uit. Het is het niet. Dus om de spieren weer even een beetje te ontspannen. Ik voel me een beetje een kalkoen. Ik ben er weer. Dan gaan we de behandeling afsluiten met heel erg belangrijk, de SPF. Helemaal in de zomer, maar eigenlijk het gehele jaar door wel aangepast, hè? Op het jaargetij en op jouw huid. Pak ik voor jou de High Quality. De High Quality is op basis van een SPF 15 en dat is voor deze tijd voldoende. Nou Maria, jij bent helemaal klaar voor de zomer. Ja.